Mark-Marie, ik wou, heb je gekeken naar het interview dat ik maakte met Splinter Chabot? Nou, ik was niet thuis, dus ik zat niet te kijken. Maar ik kreeg allemaal berichtjes. Dus ik heb s'avonds toen ik thuis kwam, ben ik meteen gaan kijken. Ja, ja, een prachtig boek, daar hebben we het over gehad. Hè, over de worsteling eigenlijk met het feit dat Splinter homoseksueel is. En nu is dat allemaal in die open, maar dat was het een tijd lang niet. En hoe jij daarbij geholpen had. Want zo was het. Ja, ja, dat klopt. Ben jij je dat ooit bewust geweest? Dat je hier op de kruk, een cri de coeur, recht in de camera, van hou vol, het komt goed. Ik zag het terug en toen wist ik het ook weer. Ja, ik ook. Ja, ik zag het natuurlijk ook terug en toen wist ik ook. En nu ook weer. Het is natuurlijk een heel emotioneel onderwerp. Huh? Dus het is... het wordt beter. Zijn natuurlijk... En ik vond het ook zo goed dat hij dat zei. Dat hij zei, je komt in zo'n geweldige zin. En, maar daar gaat het natuurlijk ook niet over. Mm-hmm. Het is natuurlijk de eerste gevecht is met jezelf gewoon. Want je wil eigenlijk gewoon zoals de rest zijn. En dat is het eerste gevecht wat je hebt. En, dus als je thuis zit en je denkt, oh god, en ik ben anders dan iedereen. En ik wil het niet. En deed dat, er komt een tijd dat het... Dat het beter wordt en dat het. Daar heb je hem ontzettend mee geholpen. Ja, dat emotioneerde me heel erg. Want dat hoop je natuurlijk dat er een kleine Splinter ergens zit te kijken. die dat hoort en die daar iets aan heeft. Dus dat vond ik super mooi om te zien. En super mooi om te zien hoe hij wat er gewoon. Ik denk dat het zwaar kleef aan is. Want ik denk dat jij op jouw manier bij het gesprek, althans de reacties die wij kregen als programma en de indruk die je maakte, dat heeft ook weer voor heel veel andere jonge mensen volgens mij het effect gehad dat ze zich bevrijd voelden misschien wel door de woorden die jij sprak. Nou, ik heb natuurlijk Instagram in deze tijd en ik kreeg heel veel privéberichten eigenlijk binnen van onder andere van een jongen die 14 is en die heel erg worstelde en opeens zich daar heel erg in herkende. Wat natuurlijk heel voor mij heel, ook weer emotioneel was om dat te lezen. Omdat ik zelf natuurlijk ook ongeveer die leeftijd had. En er was een jongen die hoorde, die is iets ouder, die hoorde opeens de bel deur beneden gaan. Iets later op de avond. Toen stonden zijn ouders voor de deur. En die kwamen hem zeggen dat hij alles mocht zijn wie hij wilde zijn. Dat ze enorm van hem hielden. Dus je ziet een juf die weet dat iemand in de klas heel erg worstelde. En die het heeft laten zien. Omdat ze dan wist dat die jongen het in ieder geval zou meekrijgen. En een andere docent die het samen met zijn leerling gaat lezen. Dus het laat zien hoe belangrijk het is om het elke keer te blijven halen. En het laat volgens mij ook zien hoe belangrijk dit programma is. Dat het op de NPO wordt uitgezonden. Omdat het mensen letterlijk vrijer maakt en adem geeft. Wat wel typisch was, wij hebben elkaar natuurlijk hier best al een aantal keer gezien. Maar hij heeft dat nooit tegen mij verteld. Dus toen ik hem dus s'avonds sms'te van... Goh, ik zit te kijken en door mijn tranen heen ook wel. Maar, en toen sms hij terug, ja, ik heb je een paar keer gezien... maar ik durf het gewoon ook niet zo te zeggen of zo. Dus met zeggen heb je nog wel een probleem. Ja, ik schrijf het op. Ja. Aan tafel.